We hebben het beeld even stopgezet en gewacht totdat het NOS-journaal compleet binnen is, in dit geval 100%. Om het journaal te bekijken, klik ik één keer op de rechte muisknop en ik klik op Preview Recording Files. Op dat moment wordt het tv-programma geopend en kan ik het programma gaan bekijken. Als ik het programma op volledig scherm zet, ziet u de uitzending, in dit geval van het NOS-journaal. Ik sluit het programma af. Ik stop ook de statusbalk. Ik sluit de recorder af. Bijvoorbeeld, u gaat slapen en de volgende dag wilt u het televisieprogramma zien. Ik start weer de WWT-recorder op. Zodra de WWT-recorder opgestart is, kan ik op de View-button klikken. En nu gaan we het NOS-journaal opzoeken op de plaats waar die opgeslagen is. Ik klik in het menu op Saved Recordings. Ik kijk eens bij Window Media Player en zie hier de file staan van het NOS. Ik klik op de rechte muisknop en druk op Play File. En het NOS-journaal start met spelen. Ik klik op de button om het volledige scherm te krijgen en ik kan nu ongestoord de uitzending van het NOS-journaal bekijken zonder dat het beeld stopt. Natuurlijk met geluid. Ik sluit het programma af en laat u een andere manier zien hoe u ook de file terug zou kunnen vinden. Ik klik op het menu. Ik klik op Recording Folder en daar krijg ik het overzicht van de opgenomen programma's. Vanuit de opgenomen programma's kan ik weer het NOS-journaal zien. Ik sluit de folder. Ik open het scherm van de WWT-recorder en laat nog zien wat we nog meer kunnen doen. Ik open het menu, de Saved Recordings van de Windows Media Player. Ik selecteer nog één keer het NOS-journaal met de linker muisknop. Ik druk één keer op de rechter muisknop. Zoals we net al hebben laten zien, kunt u het hier afspelen, maar u kunt ook de hele file deleten en op dat moment wordt die van uw harde schijf afgehaald. Het is ook mogelijk om de file een andere naam te geven, zodat u hem daarna snel terug kunt vinden. Dat doet u met Rename Files. Ik klik deze aan. Ik haal de oude tekstfile weg. Ik noem hem NOS. Ik druk op OK en in vervolg kan ik de file vinden onder NOS. Zodra ik het programma bekeken heb, dan het voorbeeld selecteer ik het NOS, één keer met de linker muisknop, vervolgens één keer op de rechter muisknop. Ik selecteer Delete, daar klik ik op. Hij vraagt of ik de file permanent wil verwijderen. Ik druk op ja en de uitzending van het NOS is definitief van mijn harde schijf af. We gaan nu eens even een ander voorbeeld doen. Het surfen over internet zonder gebruik te maken van de WWT Guide, de TV Guide. Mensen vragen van, joh, is het nou noodzakelijk om de TV Guide te gebruiken om programma's op te nemen? Het antwoord is nee. We hebben de TV Guide ontwikkeld voor u om heel makkelijk een overzicht te krijgen van de uitzendende stations over de hele wereld. Maar u kunt natuurlijk ook via uw internetbrowser gaan naar uw eigen favoriete omroep als die niet in de TV Guide staat bijvoorbeeld. En ook dan neemt het programma op.
We openen de Internet Explorer browser om zodoende naar ons favoriete station te gaan en op deze manier ook op te kunnen nemen. Ik gebruik in dit voorbeeld de uitzendingen van SBS 6 Gemist. Gaan we eens kijken wat zij voor uitzendingen hebben. Ik klik SBS programma's gemist aan, waar ik eventueel een uitzending zou kunnen selecteren. De tuinruimers, laten we eens een voorbeeld nemen. De pagina van de ruimers opent zich. Ik selecteer onderin het scherm een aflevering. De tuinruimers van zaterdag 11 april 2009. De buffering begint en u ziet dat ons programma direct begint met opnemen. De eerste file die gecanceld is, is een advertentiefile. En we zien nu dat het tv-programma opgenomen wordt. Ik kan nu gewoon de internetbrowser afsluiten. En u ziet, het programma Tuinruimers wordt gewoon opgenomen. Zo kan ik natuurlijk nog een tweede programma opnemen en een derde programma en een vierde programma tot maximaal 50 linken tegelijk, afhankelijk van de snelheid van uw internetconnectie. We sluiten deze video even af en we komen zo direct weer bij u terug als het programma 100% binnen is. Voor eer dat we dat doen, laten we nog even een tussenmogelijkheid kijken. Het is mogelijk namelijk om het programma al te bekijken voordat het 100% binnengeladen is. En ook dan hangt het af van uw internetsnelheid. U ziet, in vrij korte tijd halen we met deze internetsnelheid 5% binnen. En hij komt heel hoog en heel snel binnen. Dat is niet altijd zo in Thailand. Vuistregel is toch minimaal 10% bij een snelle internetconnectie. En voor tragere internetconnecties moet u zeker wachten dat u een hoger percentage binnen hebt. Hoe kijkt u hem tussentijds? Ik klik het programma één keer met mijn rechtermuisknop aan. Correctie, één keer met mijn linkermuisknop aan. Vervolgens druk ik eenmaal op de rechtermuisknop. En daar zie ik staan Preview Record Files. Als ik daarop klik, kan ik al starten met het kijken van het programma, terwijl het programma nog steeds aan het downloaden is. En u zult dan ook zien dat het programma afgespeeld kan worden zonder dat het beeld stilstaat. We komen zo bij u terug zodra het programma helemaal binnen is. We zijn bij u terug. Het programma is 100% binnen. Dat betekent, ik ga het morgen kijken, ik sluit het schermpje af. Ik open de view. Ik ga naar menu. En kijk bij Save Recordings. In dit geval Windows Media Player. En dan zie ik de tuinruimers staan. Ik kan het programma gaan kijken door gewoon op Play Files te drukken. En dan opent zich de Windows Media Player. Met het leukste tuinprogramma van Nederland is weer begonnen. De uitzending van SBS 6 Gemist over het tuinieren. Zodra ik het programma weer gekeken heb en ik wil het opruimen, weggooien, druk ik op mijn rechtermuisknop. Ik ga naar Delete Files. Ik klik hem aan en hij wordt permanent verwijderd. Het werkt eigenlijk hetzelfde als dat ik de WWT TV Guide gebruik. En hiermee heeft u dus twee voorbeelden gehad hoe dat u programma's met de WWT recorder kunt opnemen. Verder, om goed te kunnen werken met de WWT recorder, adviseren wij u ook alle helppagina's te lezen. En ook zeer zeker de twee pagina's die onder de button help staat, How to Record en de User Guide, want het programma biedt nog veel meer mogelijkheden als dat we in deze video kunnen zien. Ik dank u alvast heel hartelijk en veel kijkplezier met World Web Television.